Ik heb nu al het idee dat iedereen zit aan te snellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Wij staan hier vandaag naast Anouk en Irena. En Anouk, jij hebt ons een Twitterbericht gestuurd, maar wat heb je precies gestuurd? Nou, mijn nicht Irena is jarig en ik ben natuurlijk niet haar verjaardag vergeten, maar wel vergeten een cadeau te kopen. Dus ik heb jullie gevraagd of jullie een ontbijt voor haar willen fixen. Met van alles erop en eraan. En ook voor mezelf. Ja, happy birthday bij deze. Dank je. Hartstikke leuk. Wij gaan een ontbijtje scoren, hè Martijn? Hoe gaan we dat doen? We gaan naar een hotel. Dan gaan we het buffet leegroven. We gaan net doen alsof we daar een hotelkamer hebben. En hopen dat het all inclusive is. En dat we daar gewoon aan het ontbijt mee kunnen gaan doen. Ja, en we zijn een beetje chic gekleed. Want we moeten ons wel voordoen als hele zakelijke lui die belangrijke dingen te bespreken hebben. Wij zijn ook heel chic. Ja, jullie zijn ook heel chic. Ja. Hebben we een beetje honger? Ja! Nou, let's go! Ik ben voor nu als een plan. Oké, gewoon daar. Zullen we gaan zitten? We zijn toch oprichters genoemd, hè? Ja. Hoe lang is het dan? Yes. Oh, yes. Thank you. 403. Nou, zo makkelijk gaat dat dus. Echt bizar, man. Laten we maar lekker gaan eten. Ja. Genieten, eerste ronde. Hele chocoladedoos moet je hebben. Deetjes. Is dan een specialiteit van die keuken? Voor de verjaardag? Ja. Nou. Alsjeblieft. Het is alsjeblieft. Het beste hotel om jarig te zijn. Verwind, hè? Ja, te verwind eigenlijk. Dit is echt bizar. Dit is echt heel bizar dit. Kavel voor jullie hier, dames. Alsjeblieft. Hey, chin chin. Ja, dus we moeten gewoon op en op vliegen. Bedankt, hem. Een gezeik bij de receptie, dus we moesten even weg. Thank you.
Nou, ik zag in één keer bij de receptie van dat ontbijt dat er gezeik was. Want er kwam een man aan van wie de kamer eigenlijk 401 was. Dus ze zaten, hè? Maar je bent al weggestreept, zeg maar. Ja. En dus dat klopte niet. En die hadden wij gebruikt. Ja, die hadden wij gebruikt. Dus op een gegeven moment zie ik allemaal kopjes, weet je wel, onze kant op kijken. En de sfeer veranderde een beetje. Ik denk, oké, we moeten weg. We moeten weg. Ik vind het echt bizar hoe makkelijk dat is gegaan, dames. Yes, ja. Het is gelukt. Hebben jullie het maagje een beetje rond? Ja, helemaal goed. Hebben we nog een cadeautje gekregen van het hotel, want ze waren super aardig, dat is niet normaal. Oh, dat kan echt zongen, niet. Zongen, kava. Doen we voor een klein beetje schilder, ja. Maar het bijna was voor een goed doel. Bijna een taart. Dat was voor een goed doel. Happy birthday bij deze. Yay. En vonden jullie nou een leuk filmpje? Vergeet niet te abonneren. Like ons op Facebook, Instagram en Twitter. En wil jij nou ook iets hebben, maar heb je er geen geld voor? Ga dan even online dat delen met ons. Hashtag gierige gasten. En wie weet zit jij volgende week wel bij ons in de uitzending. Horens! Tot dan! Horens! Horens! Ja.